Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe aflevering van Crypto deze week in samenwerken met CoinMerse En is vandaag nieuws te delen omtrent de aanvraag voor een Bitcoin Spot ETF. Vervolgens is er ook nieuws over een zogeheten Ethereum's Future ETF. Ook gaan we even kijken naar de Bitcoin-chart, dus laten we snel beginnen met de video. Als we kijken naar de weekly chart van Bitcoin, kan je niet omheen dat dit gewoon een goede week is geweest. Het is natuurlijk wel zaterdag als ik het opneem, maar op dit moment is er sprake van een stijging van bijna 3%. En je ziet dus ook dat we de laatste 2-3 weken best wel een stapje hebben gezet, want je ziet inderdaad het lage punt van net onder de 25.000 dollar tot het level waar we nu staan. Er het over een stijging van 8,5% in 2 weken tijd, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Als het natuurlijk nog steeds zo dat de 200 weekly moving average gewoon heel erg belangrijk gaat zijn, dat zit nu bijna op de 28.000. Dollar. Je ziet het, de koers van bitcoin is op dit moment bijna 27.000 dollar. Dus we zijn op dit moment in handbereik. En dat zal dus ook de komende tijd gewoon een belangrijk level blijven. Zolang we dat level niet overnemen, kan je eigenlijk verwachten dat we een beetje stagneren en dat we meerdere weken op rij hebben. Dat er niet zoveel gebeurt. Dat soort weken en dat soort fases hebben we natuurlijk al veel vaker meegemaakt. Dus er zit op dit moment gewoon niks anders op. Gewoon even afwachten om te zien wat de reactie gaat zijn als we in de buurt komen van de toehandend. Weakening moving average, want het hoeft natuurlijk niet een garantie te zijn dat we er sowieso doorheen stuiten en dat de tweede fase van de bull market binnen no time is begonnen als we de 32.000 dollars hebben gepasseerd. Kan natuurlijk ook zo zijn dat we resistance meemaken, zoals we ook hebben gezien in de week van 28 augustus. Maar in deze video wil ik het vooral even hebben over de Bitcoin Spot ETF. We weten natuurlijk dat dat een hele grote rol speelt in 2023, maar waarschijnlijk vooral in het eerste kwartaal van 2024. Want als de SSC goedkeuring geeft voor zo'n Bitcoin-spot-ETF-aanvraag, dan kan er heel veel kapitaal de Bitcoin-markt opkomen. Dus dat is gewoon heel erg belangrijk. Dus het is ook niet zo gek dat ik dat al meerdere keren heb aangekaart in verschillende afleveringen van Crypto deze week. En deze week is er dus ook weer informatie naar buiten gekomen. Want de SSC heeft namelijk weer besloten het uit te stellen. Het is niet zo dat bijvoorbeeld BlackRock de enige is. Er staat hier eventjes de samenstelling. Iets eerder kreeg bijvoorbeeld Ark Invest. Kreeg ook al te horen dat er uitstel was. Het is nog wel zo dat er nog een paar aanvragen openstaan bijvoorbeeld van Fidelity, van Egg en Wisdom Tree. Nou, de kans is natuurlijk 99% dat die aanvraag ook wordt uitgesteld en het uitstel kwam wel een beetje onverwachts, want het is namelijk zo dat de deadline er nog niet was. Want de deadline lag namelijk voor al deze partijen, want het zijn er natuurlijk meerdere, tussen 16 en 19 oktober. Dus ze hebben ruim twee weken van tevoren al besloten, oké, okay, we gaan bekendmaken wat we gaan doen. En de SSC heeft dat niet zomaar gedaan. Op dit moment wordt er een beetje van uitgegaan dat op 1 oktober er sprake zal zijn van een shutdown voor de Amerikaanse overheid. Want bij de kamers van het congres zijn het nog niet eens geworden over wetten om de financiën van de overheid te kunnen dekken. Dus dat zal kunnen inhouden dat zoals we in de buurt komen van 16 oktober, dat bijvoorbeeld heel veel mensen thuis zitten en niet betaald krijgen en niet aan het werk kunnen. Vandaar dat de SSC heeft besloten ruim twee weken eerder al inderdaad duidelijkheid te geven over de aandacht vragen zodat we niet tegen die tijd zitten te wachten van ja wat gaat er nu gebeuren nu is het gewoon duidelijk dat we nog langer moeten wachten het kwam voor mij gevoel niet echt als een verrassing ik heb het al vaker aangegeven dat ik waarschijnlijk pas verwacht dat op het allerlaatste moment dat ze niet meer kunnen uitstellen dat we dan een definitief antwoord krijgen het zal me echt verbazen als we bijvoorbeeld rond kerst horen van oké okay, er is inderdaad een goedkeuring ik zal het natuurlijk verwelkomen maar ik ga er op dit moment niet vanuit ik verwacht inderdaad ja februari maart zal het zo'n beetje zijn dat we dan pas een definitief antwoord krijgen. De eerste keer dat de ETF-aanvraag werd uitgesteld, zag je een behoorlijke reactie op de Bitcoin-markt. Maar als we bijvoorbeeld even kijken naar de daily chart en we kijken bijvoorbeeld inderdaad, naar de afgelopen paar dagen, dan mag het duidelijk zijn dat de uitstel vanuit de SSC. Ja, je zag er eigenlijk geen reactie op. Dus het is een beetje vreemd dat de eerste keer heel veel mensen ervan uitgingen van. Oh, het is uitgesteld. Is dit het einde van een Bitcoin Spot? ETF, Gaat het nooit meer goed komen? Toen was er dus echt heel veel verkoopdruk. En nu is het dus nog een keer uitgesteld. En denkt iedereen, oh ja, nou dat had ik al verwacht. Dus je ziet af en toe dat de markt gewoon niet te voorspellen is. Maar het is niet zo dat we moeten wachten tot de volgende deadline. voordat er nieuws naar buiten komt. wat een belangrijke rol kan spelen. voor de goedkeuring van zo'n Bitcoin Spot ETF. Want Grayscale had er natuurlijk al een hele tijd geleden. zo'n aanvraag ingediend. Die werd op dat moment afgekeurd door de SEC. Vervolgens zijn ze in beroep gegaan en heeft de rechter aangegeven. dat de afwijzing vanuit de SEC ongegrond is. Wat inhoudt dat ze duidelijk moeten maken. wat precies de reden is van de afkeuring. Daarom is Grayscale in gelijk gesteld maar het is natuurlijk zo, je kan altijd nog een keer in beroep gaan, maar de SSC Ligt er een beetje aan wanneer deze video precies ziet. Maar 12, 13 dagen, zo'n beetje zo lang hebben ze nog om in beroep te gaan. Gebeurt dat niet, ja, dan is dat natuurlijk echt een overwinning voor Bitcoin. En is de kans nog groter dat zo'n Bitcoin Spot ETF er doorheen zal komen. Want op dit moment is het namelijk ook al zo dat er verschillende Ethereum Futures ETF's een aanvraag hadden ingediend. En SEC heeft dat nu naar voren gehaald en heeft dus daadwerkelijk goedkeuring gegeven. Waardoor waarschijnlijk aankomende maandag die Ethereum Futures. Futures ETF's al op de markt terechtkomen. Dat is natuurlijk ook heel erg positief. Voordat ik daar verder op inga, mocht je op zoek zijn naar een platform om crypto te kopen. Ik maak gebruik van mijn CoinMers voor mijn bitcoin en altcoins. En op dit moment loopt er een speciale actie via de link in de beschrijving. Want als je reageert via de link en je plaatst een orde van minimaal 100 euro, krijg je 10 euro aan gratis bitcoin. Zou is al altijd mooi meegenomen. Dus in de beschrijving staat het linkje. reageer via het linkje maak je gebruik van de actie. Daarbovenop steun je ook nog eens het kanaal. Want ik krijg een vergoeding voor deze samenwerking. Kost jou niks extra's, maar kan ik dit soort video's wel blijven maken. En zal ik natuurlijk altijd waarderen. Goed, laten we dus inderdaad eventjes hebben over de Ethereum Futures ETF aanvragen. Want die zijn namelijk een beetje versneld en die hebben dus goedkeuring gekregen. En het lijkt er dus al op dat aankomende maandag die verschillende ETF's worden gelanceerd. Want hier zie je namelijk een overzicht van de partijen die daadwerkelijk het zullen aanbieden. Nou, het is natuurlijk niet zo gek dat bijvoorbeeld een Van Eckert tussen zit. Die heeft zo'n beetje elke ETF op de markt. Dus dat is zeker interessant om in de gaten te houden. Want je kan natuurlijk niet omheen dat het gewoon positief is als er verschillende, de crypto ets goed kunnen krijgen vanuit de SEC. Natuurlijk, het is nog steeds een Futures ETF. Dat is niet het echte werk wat we allemaal willen zien. Want er is natuurlijk ook al een hele lange tijd een Bitcoin Futures ETF. Daar zitten we niet echt op te wachten. We zitten echt te wachten op de spot ETF's. Maar ja, daar is het dus nog echt op wachten. Dat zal denk ik nog wel een maand of vijf, zes kunnen duren. Maar ja, je ziet wel gelijk een positieve reactie op de daily chart van Ethereum. Want je ziet de laatste paar dagen dat er goed op wordt gereageerd. Want we hebben namelijk nu het hoogste punt neergezet sinds ruim een maand. Dus dat is natuurlijk wel positief. Je ziet het ook heel goed met de stijging van 3,5%. En dat werd gevolgd met een stijging van bijna een procent. En vervolgens nu een half procentje. Al is het is natuurlijk wel zaterdagmiddag, dus er kan nog behoorlijk wat gebeuren. Dus dat is positief voor Ethereum. Maar het is natuurlijk ook weer gewoon positief voor de hele cryptomarkt. Dus je ziet langzaam maar zeker dat er heel veel positieve geluiden zijn. omtrent verschillende ETF-aanvragen. Ook denk ik dat die rechtszaak van Grayscale tegen de SSI ook een belangrijke rol gaat spelen. En ik denk dat het inderdaad ook geen kwaad kwam dat we nu al weten waar we aan toe zijn met die verschillende Bitcoin spot ETF aanvragen, zodat we er niet tussen 16 en 19 oktober zitten te wachten en op dat moment is er misschien nog steeds een probleem dat de Amerikaanse overheid het niet voor elkaar heeft gekregen om een akkoord te vinden en dat bijvoorbeeld bepaalde mensen niet aan het werk zijn, waardoor bijvoorbeeld zo'n aanvraag helemaal niet behandeld kan worden. Nu weten we tenminste waar we aan toe zijn, maar ik ben positief gestemd over de afgelopen paar maanden dat zo'n Bitcoin spot ETF er doorheen komt. Maar de het nieuws van de laatste paar weken, slash maanden, zorgt alleen maar voor dat ik de kans groter acht dat we het voor elkaar zullen krijgen. Natuurlijk moet je altijd rekening houden met het scenario dat je verwachting niet klopt. En dan zal je natuurlijk ook behoorlijk wat verkoopdruk kunnen zien op de Bitcoin-markt. Maar ik denk dat 2024 wel eens een mooi jaar kan worden. Al zal het nog wel eventjes duren, denk ik, voordat we een definitief antwoord krijgen vanuit de SEC. Voor nu komen we wel aan het einde van deze aflevering van Crypto Deze Week in samenwerken met Coinbase. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet dan zeker niet te abonneren. Ik wil je voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.